De uitbaters van La Guitarra in de Willem II-straat wilden verder. Ze pakten door en verhuisden naar de Sint-Jozefstraat op de Korte Heuvel. Ze vonden een geschikt pand dat prima bij de ambities past. Beneden het verhaal Pinchos, Vinotheek, wat rumoerige omgeving en boven het restaurantgedeelte waar een man of 50 rustig kan dineren. Op de begane grond van Bodega La Guitarra worden de lekkerste Spaanse wijnen geserveerd. Op de eerste etage, naast deze wijnen, ook heerlijke Spaanse spijzen. Dit alles in een warme, gezellige, maar bovenal authentieke Spaanse atmosfeer. Juan heet u welkom. Bienvenidos a la Bodega La Guitarra. Y aquí os esperamos. Venir cuando queráis. Op 3 maart vond de officiële opening van Bodega La Guitarra plaats. De opening werd verricht door niemand minder dan burgemeester Peter Nordanus. Even na een aandachtsmomentje. Meestal gaat dan het vuurwerk af. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Maar bij deze is Bodega La Guitarra. Ik ben dol op Spaans eten. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Of het nou tapas zijn of gewoon echt een heerlijke Spaanse maaltijd. Maar ik ben vooral als burgemeester blij dat deze plek hier op de Korte Heuvel weer toekomst heeft. Met een goede ondernemer, een mooi restaurant. En dat is voor Tilburg belangrijk. Want als we gastvrije stad willen zijn, die lege plekken, daar hebben we dan niks aan. Leeg was het allerminst bij de feestelijke opening. Honderden genodigden genoten van een lekker Spaans wijntje of een heerlijke cava. Flamenco-gitarist Maurice Lenaars mocht natuurlijk niet ontbreken. De Spaanse wijntjes konden gewaardeerd worden. I'm just arrived this morning to be present in this opening of Bodega La Guitarra here. So we are very happy to be partners of this restaurant, and we provide our wines, and a big selection of our wines can be found in this amazing restaurant that I just discovered today. Ook u kunt Bodega La Guitarra ontdekken. Bezoek ons op de Korte Heuvel en laat u verwennen. Tot ziens!